is de rechtszaak nog niet eens begonnen. We hebben een zogenaamd preliminair verweer gevoerd. Daar is de rechter nu over aan het nadenken, en even brunchen, net als ik. En om 1 uur gaat hij kijken of dat de rechtszaak doorgaat inderdaad. En dan pas gaan we beginnen met de rechtszaak. Wat denk je, maak je met je kans? Nou, ik ga er voorlopig vanuit dat de hele rechtszaak niet doorgaat. Want er zijn nogal wat fouten gemaakt door het OM. Ja, misschien ben je technisch, maar onder andere ben ik tegelijkertijd verdacht van in een woning zijn die leeg staat en in een woning die niet leeg staat. En dat zijn 2 dingen die je nooit tegelijkertijd kan doen. Maar dat lijkt me een beetje een huisvredebreuk, dat laatste. Dat laatste wel, maar dan moet het dus bewoond zijn, dan moet het in gebruik zijn. Dan kun je huisvredebreuk plegen. En anders ben je aan het kraken. En dat is dat nieuwe strafbare kraakartikel. Dat is leuk, hè, dat is strafbaar. Stout. Spannend. Ja, dus wel stukken beter. Ja, wat zei je genoeg anders? Ja. Nee, tuurlijk, blijf maar lekker zitten, geen probleem, daar is niks aan. Nee, zo af en toe is een verhuizing, nog eens een nieuwe omgeving terecht. Ja, dat is wel stukken leuker. Ja. En spannend, hè? Toch kat en muisspel met de politie? Het was spannend, maar het is alweer voorbij, jong. Ja, het heeft 39 dagen geduurd en nu gaan ze al niet meer ontruimen. Het was kort. Nee, jammer. Want je doet het toch ook een beetje voor de ontruiming? Nou, voor de sport. Een beetje praten. Ja, toch? Even niet richting ingaan filmen van de mensen die eruit komen. Die mogen niet in beeld komen. Nee. Is goed. Ik stond in de weg. Oké, we filmen zo. Ja? Oké, we waren gebleven. Ja. Stel nou dat je voordeel wordt, wat dan? Nou, ik heb een dak boven mijn hoofd. Kijk, dat is eigenlijk de oplossing. Idioot. Ja, toch? Al die kaartjes moeten zich laten oppakken. Nee, en je bent 4 maanden, ik ga ervoor. Lekker eten, lekker warm. Bijt op bed, super. Ja. Videootje kijken. Ja, als je lief genoeg bent, hoor, want die nemen ze nog wel eens voor je weg. Zo'n tv is ook niet anders. Ja, dat is wel aardig, jongens. En meisjes. Zeker. Even serieus, wat ga je doen als het fout gaat? Nee, het is gewoon een gedrocht van de wet. En nou ja, goed, we hebben het nu 39 dagen geduurd en het hof maakt er al korte metten mee. Ja, dat is gewoon een onbruikbaar wetje. Ik maak me nergens zorgen. Maar goed, die wet die wordt waarschijnlijk aangepast, want ja, de publieke opinie en dus ook de Tweede Kamer, die wil graag dat het in kracht komt. Nou ja, goed, dat is natuurlijk het goed recht van de politiek en van de Tweede Kamer om dat kraken aan te willen pakken. Dat moeten ze ook vooral doen. En dan moeten ze op deze manier door blijven gaan. Echt werken doet het niet volgens mij. Ze hebben nu met deze wet hebben ze het kraken makkelijker gemaakt dan dat het ooit geweest is. Zeg maar. Ja. Waarom dan? Nou, dat heeft te maken met dat er nu dus een wetsaanpassing gaat komen. En die moet de garantie bieden dat altijd als er ontruimd wordt, dat er een kort geding tegen de staat aangespannen kan worden en afgewacht worden. Nou, dat is nog nooit eerder zo geweest. Dus het is echt werkelijk makkelijker om dan ook. Zegening. Ja, dat kun je natuurlijk van mening over verschillen. Ja. Maar het is in ieder geval een feit dat de wetgever de bedoeling had om kraken maximaal moeilijk te maken. En het is geresulteerd in dat het maximaal makkelijk gemaakt is. En maar waarom moet je eigenlijk? Nou, vooral omdat er gewoon onvoorstelbaar veel geld verdiend wordt over de ruggen van mensen die gewoon echt die primaire levensbehoeften nodig hebben. Ja, het klimaat hier is nou eenmaal niet zo dat je op straat of onder een brug kunt gaan wonen. Ja, ik geloof dat half Nederland gewoon leeggezogen wordt op zijn hypotheek. En nou ja, goed, dus als je 40.000 euro inkomen per jaar hebt, kun je misschien aan een huisje komen. Maar dat betekent dus wel dat je voor de rest van je leven aan je werkgever vastzit, aan je hypotheek vastzit. En dat is gewoon, ja, we noemen het de slavernij van Nederland of de slavernij van je eigen bezit. Maar jij kan het, je zou het wel kunnen betalen, maar je wil het niet betalen. Jullie zijn veel belangrijker dan natuurlijk. Nee, dankjewel. Ja, sorry. Nee, maar wil jij het niet betalen of geen? Ik zou het niet. Kijk, het is een keuze. En ik zou natuurlijk ervoor kiezen om inderdaad een baan te vinden. Nou, 40.000 euro, dat kan ik in mijn eentje waarschijnlijk niet eens opbrengen. Dus dan zou ik een relatie met iemand moeten beginnen die dan ook lekker mee kan spekken. En dan kan ik voor de rest van mijn leven ergens driehoek achter in een viertje. Zoals heel veel mensen, ja. En die zijn hartstikke gelukkig. Ja, dat zou kunnen. Maar het is niet helemaal mijn ideale toekomst. Ja.
volledig vrij. Ja, Robert. Ja, en Henner die is vrijgelaten.